Waarbij vandaag ook weer heeft aangetoond dat ook een thuiswedstrijd tegen de nummer 17 geen uitgemaakte zaak is voor ons. Arne, gefeliciteerd. Had je durven dromen dat je richting de winterstop gedeeld koploper zou zijn? Nou, dromen altijd. Het is in de 13e wedstrijd ook de realiteit. Maar ik ben niet te bedoeld om toe te geven dat wedstrijd 15, 16 en 17 zeer zware wedstrijden zijn. Maar goed, die zijn dan pas na de winterstop. Waarbij vandaag ook weer heeft aangetoond dat ook een thuiswedstrijd tegen de nummer 17 geen uitgemaakte zaak is voor ons. Ja. Hoe komt dat het vandaag een lastige wedstrijd is, waarin je wel veel kansen krijgt, maar waarom het lastiger wordt om hem echt op slot te gooien? Ik vind inderdaad dat we een paar kansen gehad hebben, maar ik vind niet dat we heel erg veel kansen gehad hebben. Ik vind dat wij, als je thuis tegen een Cambuur moet die niet in hun beste fase zitten, misschien voetballen het best wel goed op orde hebben. Maar toch naar de Kuip komen, na een aantal nederlagen ook een systeem hebben aangepast. Dat je dan als Feyenoord in staat moet zijn om tot veel meer kansen te komen. En dat is niet gelukt. Ik heb wel eens geklaagd over het feit dat het ons niet lukt om mindere wedstrijden. Dat ik vaak zeg, als we beter zijn, vergeten we nog te winnen. Laat staan als we een keer minder zijn. Nou, ik vond vandaag zeker geen goede wedstrijd. En laat dan het positieve zijn dat we vandaag gewonnen hebben. Is dat misschien ook het enige kritiekpuntje na bijvoorbeeld Volendam en bijvoorbeeld die wedstrijd vandaag, dat je nalaat om tegen, met alle respect, kleinere tegenstanders juist aan je doelsaldo te werken? Ja, maar in die fase zitten wij absoluut niet. Want wij hebben het gewoon tegen elke wedstrijd hebben we het eigenlijk. Weten we niet snel genoeg het verschil te maken, lijkt het zo. Ik wil niet zeggen dat we het moeilijk hebben, want ik denk dat we het vandaag lange tijd niet moeilijk hebben gehad. Zoals het in Volendam ook niet moeilijk hebben gehad. Maar het is ook niet zo dat je na 60 minuten eens eventjes naast je collega's gaat zitten en gewoon eens even gaat kijken met je benen over elkaar. Van nou, kijken of het 3, 4, 5 of 6-0 wordt. Nee, het is constant nog alert zijn met elkaar om de overwinning over de streep te trekken. Dat was het vandaag helemaal. En tot op zekere hoogte in Volendam ook, ondanks dat het toen 2-0 stond. Maar dan moet je er ook niet aan denken dat het 10 minuten voor tijd 2-1 wordt. Ja, waar ben je het meest tevreden over na vandaag? De 3 punten. Op dit moment ben ik eigenlijk helemaal niet zo tevreden. Ik denk als ik morgenochtend wakker word, dat je dan toch denkt, nou, is het toch lekker dat we een wat mindere wedstrijd ook gewonnen hebben. Maar van tevredenheid is voor mij na vandaag in de verste verte geen sprake. Is de zoektocht naar de linksback voorlopig in ieder geval geslaagd met Quilincy Hartman voor jou? Het is natuurlijk een jonge die vandaag uitstekend gespeeld heeft. Ik vond dat er bij de tegenstander ook weer een hele goede linksback op het veld stond. Maar die was vandaag niet de beste linksback op het veld, omdat dat Hartman was. En dat is voor hem een groot compliment. Lopez heeft ook een aantal wedstrijden uitstekend gedaan, is toen in een iets mindere fase terechtgekomen. Dus Q moet zorgen dat hij dit niveau, en dan heb ik het niet alleen over de goal, eigenlijk heb ik daar helemaal, ja, die was heel belangrijk overigens, maar ik vond hem ook in de beide grote kansen die we na rust kregen, was hij ook de aanleiding daarvan. In positieve zin dus. En ik vond ook dat hij een scherpte had die ik graag bij alle spelers gezien had, maar die er in ieder geval was bij een speler die zijn tweede, derde wedstrijd speelde in de Kuip. Waarbij hij blijkbaar dat nog wel speciaal genoeg vond om tegen Cambuur volle bak te spelen. Daarmee wil ik niet zeggen dat de rest niet volle bak gespeeld heeft, want anders kun je niet 90 minuten lang amper een kans weggeven. Maar ik vond een herhaling als ik zeg dat ik het niet zo goed vond. Ja. Waar staat Hartman wat jou betreft nu in zijn ontwikkeling? Nou, het is in eerste instantie geweldig dat hij fit is gebleven dit afgelopen half jaar. Want met de huidige prestaties van Hartman snap ik heel goed dat mensen vraagtekens bij het feit dat wij 3 linksbacks hebben. Maar dan ga je echt wel voorbij aan het feit dat hij de afgelopen 2 jaar non-stop geblesseerd is geweest. Het seizoen is begonnen zonder linksback. Dat wij Marcus Pedersen op linksback hadden in de eerste competitiewedstrijd. Maar we wouden hem eigenlijk gelijk al aan laten sluiten in de voorbereiding. Maar toen zei men, nee, dat kan absoluut nog niet. Hij is er zo lang uit geweest dat hij echt dat rustig bij de belofte onder 21 moet opbouwen. En ik maar vraag of hij wanneer hij een keer mee kon doen bij ons. Omdat wij dan een groot probleem hadden op die positie. Maar dat is achteraf gezien zeer verstandig geweest van de fysieke staf dat ze hem die rustige opbouw hebben gegeven. Want hij is nu eigenlijk, ja, laten we het afkloppen, al een half jaar fit. En laat zowel op training als nu ook in wedstrijden zien dat hij met name aan de bal een uitstekende indruk maakt. En ook verdedigend stond hij vandaag zo'n mannetje. Ja. Als we alvast vooruitkijken naar zondag, dan speel je tegen Excelsior. Er is morgen geen persconferentie, vandaar de vraag. Wat verwacht je daar voor wedstrijd mee met Excelsior?
Dat is best lastig, omdat Cambuur al 180 jaar 4-3 speelt, zou ik bijna zeggen. Maar ook hier nu vandaag gekozen om met vijf verdedigers te spelen. Terwijl zij ook van PSV in een 4-3 systeem gewonnen hadden en Twente en AZ vreselijk lastig hebben gemaakt in een thuiswedstrijd in 4-3. Dus ik vind het lastig om nu aan de voorkant te zeggen wat ik kan verwachten zondag qua systeem. Wat je denk ik wel kan verwachten is dat een tegenstander wat verder terug gaat. Wat de meeste tegenstanders ook zien. Dat onze thuiswedstrijden nog niet bol staan van de vele kansen die we bij elkaar spelen of de goals die we maken.